Ik weet niet eens meer wat fanatiek is. Nou, dat als je iets aan het doen bent, dat je... Dat je er helemaal voor gaat. Dat je er helemaal voor gaat. Dat je niet snel opgeeft. Nee. Ja, geef snel op, toch? Met wat? Met alles? Judo. Ja, maar met alles geef je dan wel super stom. Als we een spelletje met je doen en je weet niet, dan wil je stoppen. Als je puzzeltjes maakt, dat lukt niet, wil je stoppen. Niet in je mond. Judo, zet je niet door. Als je fanatiek bent, dan ga je je heel lang oefenen totdat je het kunt. Ja, als je het dan niet kan, dan ga je net zo lang door dat je het kan. Ja, of dan vraag je uitleg, hoe moet het en hoe werkt dit. Dan word je heel fanatiek, want dan wil je het alsnog kunnen. Ja. Oh, dan kan je het niet. Ja, mijn handen zitten onder de vieze. Aan het begin vond ik het leukst, die echt krant echt op wou eten. Zit dat met kijk, ik ben echt heel beestachtig deed. Voor een nieuw krantje, dan kan je met z'n allen uit elkaar trekken. Zo leuk hoe die maar even uit elkaar trekt. Pak maar een chipzak. Die rit van ook. Fanatiek hoor. Ja, goed hoor. Gaat het goed hoor? Ja, je doet het helemaal perfect. Dan ga ik al die chips van krijgen. Dus je kan gewoon echt show geven hier. Show mannetje. Goed hoor. Ik denk dat hij, als hij wat ouder, volgens mij best... Helen, ja. Volgens mij vindt Nes bij zijn volgende verjaardag het inpakpapier leuker dan het cadeautje. Nou, die wil een taart waar hij gewoon met zijn hoofd in één keer induikt. Ja, ik denk taartjes. Dat zoiets... Eén taartje voor hem, een kleintje. Ja, waar hij gewoon met zijn hele hoofd in één keer in kan. Dat zou leuk zijn, hè, Nes? Nes gaat het inpakpapier het leukst vinden. Dat weet ik zeker. Het is een beetje. Wow! Ik wil ook een nestje. Dit is echt leuk. Pak yoghurt. Nee. Dat eigende mij. Ik wil wel mijn drummer erop. Ja, hij wordt drummer. Nee, volgens mij wil het gewoon aan zijn kant vastpakken dat hij het uit elkaar kan trekken. Goed hoor. Boos hoor. Oh, morgen komt de voice weer. Oh, die jongen is goed, hè? Met die Ik weet niet of ik die gezien heb. Die met die tato's was wel goed. Nee, dat komt het wel morgen. Ah, dat is niet wat anders. De voice of Holland morgen. Nee, ik ben morgen bij Sinti. Ik ga naar L.A. Clark. Oh.
Oh. Oh, echt? Wat doet die vader van je? Oh, ja, hier. Die koffie is zo lachen, jongen. Ja. Ik heb zijn eerste drumstel gekocht. Ruud, ik denk natuurlijk dat ik een duikvlucht ga nemen naar die rammelaar. Is dat wel verstandig? Je kan ook je vader ermee op zijn hoofd slaan. Ja, goed idee. Maar het beste is dat je ja mee op zijn hoofd slaat. Toch? Hey, niet afpakken, pap. Pap, waarom pak je nou af? Oh, zielig. Pap, geef het terug. Kom mee, die hand. Nou, hij was toch echt verdrietig. Het verdriet is gelukkig snel over mij. Jantje lacht, Jantje huilt. Oh, je mag niet lachen als een baby aan het huilen is.